Hallo, welkom bij Vlogboek met in deze video drie boeken waarin mensen worden vermoord. Hey. Er schijnen docenten te zijn die stellen dat spannende boeken, ook wel Fridders genaamd, niet literair genoeg zijn om op je literatuurlijst te zetten. Nou klopt het dat niet elk spannend boek in aanmerking komt om te analyseren op verrassende thematiek en motieven. Maar er zijn heus wel boeken die en spannend, makkelijk te lezen en literair interessant zijn. Bijvoorbeeld de Mythe van Methuselem van Jo Klaas. Methuselem zou wel eens de oudste persoon ter wereld kunnen zijn als we de Bijbel voor waar aannemen. Daarin staat dat deze man overleed op 969-jarige leeftijd. In de mythe van Methuselem draait het allemaal om een laboratorium dat op zoek is naar een manier om mensen misschien wel net zo oud te laten worden. De openingsscène komt zo uit een film. Het hoofd van het onderzoekslab komt oog in oog te staan met een huurmoordenaar die hem, laten we zeggen, op een creatieve manier ertoe dwingt om zelfmoord te plegen. Het verhaal gaat vervolgens verder en volgt twee personages, een journalist en een agent. Ideale beroepen voor personages in een filler, want beide gaan ze op onderzoek uit. Zo komen ze erachter dat het laboratorium een uniek onderzoek in het geheim heeft laten plaatsvinden. Stamcelonderzoek waarmee mensen veel ouder zouden kunnen worden. En dat dat onderzoek geen spel is blijkt wel uit het feit dat de humor daarna nog een paar keer langskomt. <middels> Wie er de pineut is en waarom, ga ik natuurlijk niet vertellen, want niets is zo vervelend als een thriller lezen waarvan je een deel van de plot al kent. Een verhaal dat draait om motieven als ouderdom, persoonsverwisselingen, liefde, achterdocht en vooral misleiding, want er zijn nogal wat mensen aan het liegen. Klaas heeft door gebruik te maken van een aantal klassieke elementen van de thriller het verhaal intelligent, spannend, met veel vaart en beeldend beschreven. De mythe van Methuselam doet wat een goede thriller moet doen: bovenal intrigeren en vermaken. Een makkelijk leesniveau en een thriller die uitstijgt boven de Middenmoot, omdat het zo degelijk is opgebouwd. En daardoor ontstaat een literair bouwwerk met bijbelse motieven, waarin je tot op de laatste pagina in dubio blijft over in ieder geval een deel van de werkelijkheid. Een nagelaten bekentenis van de haagse schrijver Marcellus Emans begint, zoals de titel al verklapt, met een bekentenis. De hoofdpersoon Willem de Meer, de schrijver van de brief die je leest, heeft zijn vrouw vermoord. Hoe dat zo gekomen is, waarom, wie hij is en welke relatie hij met zijn vrouw had, dat wordt vervolgens uit de doeken gedaan. Geen heel vrolijk boek dus en Emans staat ook een beetje bekend als een pessimistische schrijver. De reden waarom hij in zijn eigen tijd omstreden was. Belangrijk om te weten is dat de werken van Emans midden in het naturalisme staan. Een uit Frankrijk overgewaaide stroming en de Franse schrijver Emile Zola was hierin het grote voorbeeld voor Emans. In deze literaire stroming is de ontwikkeling van de personages afhankelijk van ras, milieu en Moment, zonder moreel commentaar van de verteller en zonder een kans op een betere afloop. Hoofdpersoon Willem te meer is een moeilijke man die veel op zichzelf is. Hij vindt het moeilijk om vriendschappen te sluiten en om zijn gevoelens te uiten. Zijn huwelijk met zijn vrouw Anna is niet gebaseerd op liefde. Het is een relatie zonder enige passie en waarin ze elkaar doodzwijgen. Druk bij het lezen van dit boek is je te realiseren dat de verteller ook de moordenaar is en dat er sprake is van een onbetrouwbare verteller. Alles wat anderen zeggen, bijvoorbeeld Anna, krijg je te horen via de verteller, die het vervolgens niet nalaat dit te interpreteren en er commentaar op te geven. Een boek met geen vrolijk makende boodschap, met een onontkoombaar einde en met de conclusie dat liefde soms niet meer is dan een vorm van bedrog. Het kan wel eens voorkomen dat een boek op de achterflap een suggestie werkt die niet helemaal overeenkomt met de inhoud. Als je de achterflap leest van Tilt van Michiel Stroink lijkt het alsof Max, een 30-jarige pokerprofessional, in het ziekenhuis belandt en daar gaat pokeren met mensen in plaats van met kaarten. Nou, dat van het ziekenhuis klopt, maar Max is dan al zo ziek dat hij niet meer in staat is om echt macht uit te oefenen. Waar gaat het dan wel over? Nou ja, die Max, die pokeraar, komt in het ziekenhuis en hij heeft zijn lever zeg maar kap. Geleefd en hij heeft geen recht op een levertransplantatie. Vervolgens lees je vanuit verschillende perspectieven het verhaal: vanuit de zieke Max, vanuit de verleidelijke verpleegster Dolores, vanuit de egocentrische chirurg Barros, vanuit de op Dolores schijnende jurist IJsman en vanuit de gestoorde radiologe Eva. De hoofdlijn is dat de verpleegster Dolores medestanders probeert te vinden om ervoor te zorgen dat Max toch een nieuwe lever kan krijgen. Ook als ze daarbij gechanteerd moet worden. Wellicht viel het net al even op, de personages hebben wat karikaturaals. Daarnaast zijn de scènes wat clichématig en daardoor is niet alles even geloofwaardig. Naast de ongeloofwaardigheid van het boek wordt de symboliek steeds uitgelegd, wat irritant is. Want de punt van symbolen is dat je ze niet hoeft uit te leggen. He, alsof ik een vredesduif laat zien en dan ga uitleggen dat dit het symbool voor vrede is. Het is een boek met een makkelijk leesniveau en je vliegt door het boek met levendige situaties. Het gaat maar een klein beetje over pokeren, maar Strong vergelijkt situaties wel steeds met pokeren en ook de delen van het boek zijn opgebouwd als een pokerspel. Het boek eindigt met een omgekeerde Deux Ex Magina. Een Deux Ex Magina in boeken en films is vaak een persoon die ervoor zorgt dat alles uiteindelijk weer goed komt, dat de slechteriken worden verslagen. Bij Tilt komt er op het einde nog een nieuw personage. Een terrorist die de boel wil opblazen. Geen idee waarom deze erin moest, maar wat mij betreft had deze terrorist, net als alle echte terroristen trouwens, beter een potje kunnen gaan kaarten.